Volgens de administratie zou er 475.000 euro binnenkomen bij de club. Maar dat was helemaal niet zo. NAC meldde eerder al een verlies van 4,2 miljoen euro over het afgelopen seizoen. De komende week worden de halfjaarscijfers gepresenteerd. En die zullen, doordat debiteuren niet op tijd betaalden en door lagere tv-inkomsten, nog negatiever uitvallen dan tot voor kort werd gedacht.